Hallo, ik ben Jeroen en ik ga jullie een verhaal vertellen. Een verhaal dat gaat over Imad. Imad is niet geboren hier in Nederland, maar in een land hier heel ver vandaan. Moeder zegt dat het oorlog is. Als ze weer een keer in de badkamer moeten zijn om te schuimen, dan zingt de moeder van Imad heel zachtjes een liedje. Imad, zijn moeder en zijn broertje en zusje moeten in huis blijven en wachten op een telefoontje van vader. Als hij belt, dan mogen ze ook vertrekken. Ja! Imad, stel je voor dat je in een vliegtuig zit en dat je wegvliegt van alles dat je kent naar iets toe dat je helemaal niet kent. En dan komt de dag waar hij al weken tegenop zat. Vandaag naar school in Nederland. Imad doet een stap de klas in en daar ziet hij overal kinderen en hun ouders. Ze zitten en ze staan bij de tafeltjes. Dan wordt het helemaal stil en kijkt iedereen naar Imad. En hij vraagt nog: hey Imad, en heb je daar ook al nieuwe vrienden daar in Nederland? Ja. Ja, zegt Imad. Ik geloof dat ik hier een vriend heb.